Goedemorgen. Ik dacht, ik doe even een kleine leesvlog in deze vakantie. Niet de hele vakantie, maar gewoon een paar dagen. Ik zal jullie meteen even updaten met wat ik aan het lezen ben. Ik ben in 13 aan het lezen van Steve Cavanaugh. Oh, dit klopt niet. Ik heb al de e-reader verder gelezen. Ik ben... Oh, dit is natuurlijk lastig. Hier. Nou, dit is moeilijk met één hand. Op een kwart ongeveer. En zometeen ga ik verder lezen. Deze lees ik samen met Ismee. Het is het vierde deel in de Eddie Flynn serie. En ja, er zit al een heel raar personage in. Dat hij kan geen pijn voelen. En hij vindt het leuk om mensen te vermoorden. Nou, ja. vandaag wil ik ook dit boek lezen. Knots, deel 3. De Grot der Wensen. Nou, Knots en zijn vriendje Freddy en zijn zusje Tuff gaan vast weer een leuk avontuur beleven. Ik wil deze graag lezen, want deel 4 moet ik voor de boekenbingo lezen. Maar dan moet je natuurlijk wel eerst deel 3 hebben gelezen. En in... ik zal het even laten zien. Het zijn best wel grote letters, veel illustraties. Dus dat moet wel lukken om hem vandaag uit te lezen. En daarnaast lees ik op mijn e-reader verder in Koninkrijk van As. Deel 7 in de Glazen Troon serie. En ik was bezig in Appleby Farm. Of misschien Appleby Farm. Ik weet niet zo goed hoe je het uitspreekt. Maar dit boek in ieder geval. En het e-book is opgedeeld uit 4... Nee. Zeg maar, het hele verhaal is als e-book in 4 delen. Maar je kan het ook als 1 paperback kopen. En ik ben in het derde deel bezig. Dus hij is bijna uit. Ja, ik ga zo, ja, heel interessant, de was ophangen en beginnen in het boek. Ik weet nog niet zo goed welke eerst. Ik denk dat ik eerst een stukje in Knots ga lezen. Dat ik daar een begin in heb gemaakt. En dan verder in 13. En dan verder in Koninkrijk van As. In Koninkrijk van As zijn we op iets van 30%. Nee, ietsje verder al. Dus ja. Er is al veel gebeurd. En er gaat vast nog veel meer gebeuren. Ja, ik ben een beetje bang wat er allemaal gaat gebeuren. Want iedereen zegt dat ik de zakjes erbij moet pakken. Een leesupdate tussendoor. Want Knots, de Grot der Wensen heb ik uitgelezen. Ik was vanochtend begonnen. En ik heb hem net vanmiddag lekker uitgelezen. Ik vond het erg leuk. Maar ik vind het wel een beetje van hetzelfde worden. Dus ja. Deel 4 ga ik nog wel lezen. Want die heb ik gewoon liggen. Maar ja, ik weet niet of ik alle boeken die ooit gaan komen ga lezen. Maar het zijn in ieder geval heel erg leuke boeken. Voor lezers van een jaar of 8 en ouder. Ik heb in 13 ook verder gelezen en we zijn op de helft. Ik heb tot de mijlpaal gelezen, dus dan moet ik even wachten tot Ismee daar is. Dus ik ben verder gegaan in Koninkrijk van As. En ja, dat. En ik ben een fietspakketje wezen ophalen. De Cat Who Saved Books. Met mooie gouden goudfolie op de cover. Die heb ik van Laura overgenomen van Mijn Klein Boekenpaleis. En zij heeft ook deze 3 boekenleggers erbij gedaan. Superleuk.
Dat was de update voor nu. Ik weet niet of er vandaag nog een update komt. Ik denk morgen weer, want morgen ga ik ook gewoon weer filmen. Ik zei dat ik morgen weer ging filmen, maar ik kreeg boekenpost. De zomer die alles was, van Mariska Overman. Ik ken haar, die auteur, alleen van een thriller die ik heb gelezen van haar. Nou, het is een prachtig en aangrijpend verhaal over vriendschap en verlies. Ik denk dat hij erover ongeneeslijk ziek is of zo. Kevin en de vampier en heel helse heks. Dit is deel 2. Deel 1 heb ik gelezen. Het was echt super leuk. Zoals je ziet staan er super veel. Oké, ik zeg heel veel super. Illustraties in. Deze keer geen tattoos, helaas. Maar ook erg leuk. Dit is deel 1. Dus die boekenpost kwam ook nog binnen. Nieuwe dag, nieuwe boeken. Ik heb vanochtend Appleby Farm uitgelezen. Alle boeken. Dus ik vond het echt een heel leuk boek. Ja, veel dingen waren wel voorspelbaar, maar er kwamen toch wat dingetjes in naar voren die toch anders waren. Ik zag in een recensie van iemand zei dat het best wel voorspelbaar was, maar dat er toch steeds een diepere laag aan het verhaal kwam. Met allerlei levenslessen. Dus daar ben ik het helemaal mee eens. Ik moet op Lilian wachten om verder te lezen in Koninkrijk van As. Vandaag, ik heb al wel geteld, 1 hoofdstuk gelezen in Het Kleine Heelal. Dus al 10 bladzijdes. Het gaat over Raaf. Raaf heeft vette pech. Ze is geschorst van school. Haar vader heeft oponthoud met zijn sleepwagen. En tot overmaat van ramp is er een lekkage in hun appartement. Met haar moeder gaat ze daarom tijdelijk in een oude caravan op een camping wonen. Daar is in de herfst niet veel te beleven. Hoewel, wat doet Nicolaas, de zoon van de campingbaas, in het mysterieuze bos achter de caravans? En waarom doet haar moeder zo geheimzinnig over haar vader? Heel benieuwd naar, heeft ongeveer 200 bladzijden. Ik hoop hem vandaag ook gewoon uit te lezen. Nou, ik heb al 10 bladzijden gelezen. Even de stapel tevoorschijn toveren. Hier ga ik vandaag ook verder in, maar op de helft. Dus ik ga weer een kwart lezen en dan dan ben ik al vanmiddag. Dat weet ik wel zeker. Ja, dat was het voor nu. Dat was de update. Ik heb in 13 tot de mijlpaal gelezen. Dus ik ben nu op 3/4. En dat ga ik natuurlijk vanavond met Ismee bespreken. En dan hou je lezen we morgen uit. Ik heb in Het Kleine Heelal een stuk gelezen. Niet super ver, even kijken. 60 bladzijden ongeveer. En Simba is heel geïnteresseerd. Het begint heel interessant. Ik vind het wel heel erg op andere Nederlandse kinderboeken lijken. Het hoofdpersonage heeft problemen met haar ouders. Ze ziet een interessante potentiële vriend. En die gaat ze achterna. En dan gebeurt er iets. Ziet ze iets wat gek is. Nou, dat gebeurt eigenlijk best wel veel Nederlandse kinderboeken, vind ik. Dus ik hoop dat er nog iets komt waardoor het een beetje een origineel boek wordt. Dat was voor nu even de vlog. Ik hoop dat je het leuk vond. 2 dagen even vloggen. En dit was het. Ik ga natuurlijk nog veel meer lezen. Ik ga ook nog mijn gelezen boek van april met jullie bespreken. Maar dit was eventjes makkelijker. Dus dat was het voor vandaag. Voor deze video. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef even een duimpje.
Laat een reactie achter. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Groetjes van Simba. En tot de volgende keer. Doei!